En ik ga me snel het woord geven aan de volgende spreker. En dat is Pascal Franken. Pascal, kom erbij. Hij is General Manager Eastern Europe bij de groep Essers. En zal ons toelichten wat Essers bezighoudt op het vlak van energietransitie in de brede zin van het woord. Alsjeblieft. Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Ik kom u vandaag het verhaal vertellen van de reis die onze onderneming Essers gemaakt heeft in de energietransitie, in het bijzonder, maar meer specifiek in het duurzaam worden van onze onderneming. Maar ik wil even beginnen met een beetje het kader te schetsen. Het belang van iedereen is maatschappelijk welzijn. Wij zijn allemaal stuk voor stuk als individu, als bedrijf, verantwoordelijk voor het maatschappelijk welzijn. Belangrijke parameter in het creëren van maatschappelijk welzijn is economie. We hebben een goede, stabiele economie nodig om welzijn te kunnen blijven garanderen. De backbone van de economie is supply chain. Ik denk dat ik geen voorbeelden moet geven hoe disruptie van de supply chain vandaag de dag zorgt voor een instabiele economie, voor een instabiele omgeving. En dat is net een beetje wat het belangrijkste is als introductieboodschap die ik jullie wil meegeven. Dat is duurzaamheid, energietransitie, betekent het nemen van ieder van ons van de verantwoordelijkheid. En zeer zeker binnen de supply chain is het de verantwoordelijkheid van iedere supply chain speler om daar een positieve contributie en positieve initiatieven in te nemen. En wat ik u vandaag wil vertellen is een stuk wat hebben wij als bedrijf binnen de supply chain daaraan gedaan. Heel belangrijk is dat energietransitie of duurzaamheid op zich kan niet alleen bestaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die duurzaamheidsstrategie vertaald wordt in een duurzame strategie. Ik heb u al gezegd hoe belangrijk het is om een economisch stabiele omgeving te creëren. Dat betekent dat we moeten een economisch duurzame omgeving creëren. En dat betekent dat de bedrijven ook een duurzame strategie moeten hebben. En dat is net waar het om gaat. Duurzaamheid, vergroening op zich, is geen strategie. Het moet wel een onderdeel zijn van een duurzame strategie. En dat is waar wij de initiatieven ingenomen hebben. En dat is waar wij voor gezorgd hebben tot die duurzaamheid verankerd wordt in de DNA van ons bedrijf. Nu, hoe hebben we dat gedaan? We zijn eigenlijk een stuk begonnen met de 5 waarden van onze onderneming. We hebben gezegd, ja, waar staat onze onderneming voor? Onze onderneming staat voor zorg, zorg dragen voor mensen, zorg dragen voor omgeving, zorg dragen voor de producten. Ja, daar hebben we gezegd van, indien wij willen zorg dragen en we willen duurzaam zorg dragen, moeten wij zorgen dat we een omgeving hebben waar mensen zich thuis voelen, waar mensen veilig zijn, waar mensen kunnen groeien. Ja, heel belangrijk dat we die vertaling gemaakt hebben. Een ander onderdeel van onze DNA is positiviteit. We zijn een bedrijf dat altijd op een positieve manier naar de toekomst kijkt. Toekomst betekent dat we moeten zorgen voor een toekomst voor onze mensen. Dus bijvoorbeeld acties worden genomen om mensen gedurende een hele professionele carrière te laten leren, te laten bijleren, zichzelf te laten ontwikkelen. Heel belangrijk om te zorgen dat je een stabiele human capital basis hebt om een duurzaam bedrijf en een duurzame toekomst te kunnen opbouwen. Derde pijler van onze DNA is ondernemerschap. Wij zijn een bedrijf dat onderneemt, wij zijn een bedrijf dat groeit. Dus heel belangrijk is dat wij in onze onderneming, in onze groei, zorgen dat wij permanent kwaliteit, duurzaamheid, ontwikkeling stimuleren. Dus ondernemerschap ja, maar niet ten koste van alles. De basisfundamenten, veiligheid, duurzaamheid moeten onderdeel zijn van die groeistrategie. Ja. Simplicity, eenvoud, ook een van onze waarden. Ook daar weer, hoe moeten wij daarmee omgaan? Als voorbeeld, bijvoorbeeld, betere en efficiëntere modellen ontwikkelen. Ja, dat is een voorbeeld van simplicity. En last but not least, betrouwbaarheid. Wij willen een betrouwbare partner zijn. Ja, wij willen een betrouwbare relatie hebben met onze werknemers. Dus ook dat moet in die duurzame strategie zitten. De resultante van heel die oefening is dat wij voor ons bedrijf op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties een aantal ambities gedefinieerd hebben die zeer kwantitatief zijn en ambities die we clusteren onder de waarde van een bedrijf.
Waarom zeg ik dat? Omdat het heel belangrijk is dat uw duurzaamheidsambities verankerd zijn en een kapstok hebben binnen de strategie van uw onderneming. En dat hebben wij op deze manier gerealiseerd door onze ambities te koppelen aan de waarde van onze onderneming. Voor al die ambities hebben wij doelstellingen gezet, meetbare doelstellingen. Hebben wij KPI's opgesteld, ja? Hebben wij actieplannen gedefinieerd. En al die actieplannen en al die resultaten en al die doelstellingen hebben wij gebundeld in een boek, in een duurzaamheidsboek, een duurzaamheidsrapport, dat wij ieder jaar publiceren. Waarom is dat belangrijk? Omdat indien wij onze verantwoordelijkheid nemen naar een duurzame wereld, naar een vergroening, naar een energietransitie, is het ook heel belangrijk dat we onze ervaringen, onze resultaten, maar ook ons falen, communiceren met onze omgeving. We moeten daar heel transparant in zijn. En dat is de tweede takeaway die ik wil meegeven. Zijt heel transparant in wat je wil bereiken, hoe je het gaat bereiken, waar je staat. Vooral ook wat de pijnpunten zijn die je tegenkomt. Omdat dat belangrijk is om onze gemeenschap mee te laten leren op de ervaring die je hebt. Nu wil ik even inzoomen op één van die doelstellingen om eigenlijk het abstracte heel concreet te maken. Een van de doelstellingen of een van de ambities die we genomen hebben, ook een beetje een kader van de doelstelling van vandaag, energietransitie, hoe gaan wij daarmee om, is het reduceren van de CO2-emissie. Nu, het reduceren van de CO2-emissie, dat kan je op veel manieren bereiken. Wij hebben als richting gekozen, wij gaan op drie pijlers werken. Wij gaan werken enerzijds op investeringen. Indien je investeert, investeer dan energiezuinige infrastructuur. We zijn logistieke dienstverlener, hebben 1,3 miljoen vierkante meter magazijnen. We hebben eigen assets, eigen vrachtwagens, 1500 vrachtwagens. We hebben dus heel wat assets waar we jaarlijks in investeren. Belangrijk daar is dat indien je die investering doet, dat je kiest voor duurzame producten. Ja, dat je de juiste producten investeert om die vergroening te realiseren. Meer nog dan dat gaat het niet alleen over de assets, maar gaat het ook over de innovatie. Zonder innovatie gaan wij niet de energietransitie kunnen doen. Dus het is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal om innovatie basis te maken van het transitiemodel. En last but not least, monitor, meet, ja, vertel uw omgeving, wat is uw doelstelling van CO2-emissie en waar staan we vandaag? Concreet hebben wij effectief gezegd van kijk, wij als bedrijf willen onze CO2-footprint jaarlijks met 5% doen dalen. Ja. We hebben een nulmeting gemaakt, we hebben een target gezet en we tonen de wereld waar we staan. Verder hebben we ook ons gerealiseerd dat we reeds zonder dat er überhaupt ooit over energietransitie gesproken was, als een aantal initiatieven genomen hebben in het verleden, in het kader van efficiëntie, die een energietransitie tot gevolg hebben. Ook deze moeten we identificeren, kwantificeren en monitoren. En last but not least, maak uw ambitie heel extreem. Durf ver genoeg kijken. Wij durven zeggen dat wij de ambitie hebben om tegen 2030 een energie-neutraal logistiek bedrijf te zijn. Verkondig dat, geloof erin en meet het. Dat is een beetje de boodschap die ik u hiermee wil geven. Nu wil ik nog concreter gaan over dit verhaal. Dat is, hoe hebben wij concreet die energietransitie of die CO2-reductie bereikt? Dat is door een stukje multidisciplinair te werken. Ja. Er is al een aantal keren gezegd, vandaag, met één ding, met één actie te nemen, gaan we nooit onze ambities realiseren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed nadenkt over wat moet ik allemaal doen, welke acties moet ik allemaal combineren om mijn doelstelling te bereiken. In dit verhaal hebben wij bijvoorbeeld voor de decarbonisatie hebben wij een multidisciplinair programma van vier elementen opgezet. Het eerste dat zegt verbeter. Ja. Bij ons betekent dat concreet verbeter de isolatie van uw magazijnen. Ja. Verbeter de stroomgeneratie door bijvoorbeeld windmolens te zetten en zonnepanelen. Ja. Avoid. In de supply chain moeten nu eenmaal goederen getransporteerd worden. De goederen transporteren gaat meestal gecombineerd met het transporteren ook van lucht. Hoe minder lucht getransporteerd en hoe meer goederen getransporteerd in dezelfde laadeenheid, hoe efficiënter en duurzamer je bezig bent. Dus we hebben ook gezegd van kijk, wij moeten nadenken hoe kunnen wij zoveel mogelijk transport vermijden
om toch goederen op de juiste plaats te krijgen. Dus durf uw transportmodel van uw supply chain keten in vraag stellen. Herdesign het zodanig dat je zoveel mogelijk energie bespaart door niet te rijden. De beste, de duurzaamste oplossing om energie te besparen is om hem niet te gebruiken. Derde punt, shift. Wij zijn traditioneel een transportbedrijf, maar dieseltrucks, opleggers, half vol, over gans Europa sturen, is natuurlijk niet de meest duurzame aanpak. We zijn effectief naar gekeken, kunnen wij alternatieve transportmodi gebruiken, spoor, water. Kunnen wij goederen consolideren, zodanig dat wij in plaats van een spinnenwebmodel als transportmodel, naar een corridormodel kunnen gaan, waar we efficiënt goederen met lage emissie gaan transporteren. Dat is het shiftverhaal. En inzet. Inzetting is de vorm waarbij je zelf je CO2 gaat wegnemen uit je proces. Iedereen kent het model van offsetting. Ik genereer CO2. Ik plant ergens in de wereld 7 bomen. Ik krijg daar een certificaat van. Dat reduceert mijn CO2 en ik ben duurzaam bezig. Nee, dan zijn we niet duurzaam bezig. Dan zijn we windowdressing bezig. Wat wij doen is, wij zorgen gewoon dat we in ons systeem CO2 minder genereren. En dat minder genereren van die CO2 ook echt gecertificeerd wordt, zodanig dat het ook meetbaar is en ook officieel is. Ik kom daar dadelijk op terug. Ik ga heel snel door een aantal voorbeelden. Dus improve, we hebben bijvoorbeeld al onze magazijnen uitgerust met LED-verlichting in plaats van standaardverlichting. Corridorwerking, avoid trips. Wat hebben wij gedaan? We zijn een Europese speler, zijn actief in 19 landen. Hebben een aantal logistieke hotspots gedefinieerd in Europa, die we gaan verbinden met corridors. Waar we corridors gaan opzetten om goederen van de ene logistieke hotspot naar de andere te transporteren. Die hotspots, die we initieel over de weg deden, die doen we nu over het spoor en over de weg. In functie van de behoefte van het moment, snelheid, kost, CO2-reductie enzovoort. Maar belangrijk is dat we vooral bundelen en zoeken naar de meest kostefficiënte en meest duurzame oplossing om goederen over Europa te transporteren. Om dit te doen, moeten we natuurlijk gaan standaardiseren. Je kunt niet iedereen op een andere manier bedienen en dan nog denken dat we duurzaam bezig zijn. Nee, we hebben ook gezocht naar een duurzame laadeenheid. Een laadeenheid die we kunnen gebruiken over de weg, over het spoor, over het water, die uniek is, die vergelijkbaar is met de traditionele laadeenheid van een trailer, maar die we in functie van de behoefte van het moment heel variabel kunnen inzetten. Dus op die corridors die je op de vorige slide zag, kunnen we op het laatste moment beslissen, hij gaat via de vrachtwagen als tijd een issue is, hij gaat via het spoor als CO2-reductie een issue is, en hij gaat bijvoorbeeld via het water als kost een issue is. Dus het zijn allemaal dingen waar je moet voordenken en waar je natuurlijk moet denken, het gaat niet alleen over groene stroom of groene diesel. Nee, het gaat over een heel concept dat je moet in het leven roepen om die energietransitie te kunnen maken. Daar hoort ook bij, als je transporteur bent en je zegt van, we willen goederen transporteren, we hebben vrachtwagens, als we over het spoor gaan, hebben we ook terminals nodig. Want als we geen terminals hebben, kunnen we geen eigen treinen laden, kunnen we niet efficiënt treinen laden en zijn we niet duurzaam bezig. Dus we hebben ook geïnvesteerd in eigen terminals. En heel belangrijk is natuurlijk, vooral België en voor Nederland, is onze connectie met de havens. Wij zijn een hinterland logistieker. We zitten hier in Genk met de grootste logistieke zetel voor de Benelux. Genk moet verbonden worden met de havens, de haven van Rotterdam, de haven van Antwerpen, om die verbinding goed te kunnen maken. En om daar de energietransitie te kunnen realiseren, moeten wij goederen niet langer over de weg uit die havens weghalen, maar moeten we dat over het spoor doen, moeten we dat over de waterweg doen. In de andere richting moeten wij goederen die we in Europa laden, die naar de havens gaan, niet langer met trucks naar de havens brengen, maar moeten we op een duurzame manier naar de havens brengen. Dus wij hebben ook geïnvesteerd in 2 inlandterminals, waar we de goederen van en naar de wereldhavens, Rotterdam en Antwerpen, consolideren en transporteren. Dat is de laatste slide. En last but not least is het verhaal van de inzetting. Wij hebben ervoor gekozen om geen certificaten te kopen. Wij hebben ervoor gekozen om ons eigen certificaten van energiereductie samen met Deloitte te ontwikkelen en op te zetten. En hoe doen we dat? Wij doen dat door
eigenlijk gewoon de fossiele brandstof te vervangen door biofuel. Ja, en daardoor eigenlijk de CO2-uitstoot die we met fossiele brandstof hebben naar nul reduceren door in ons wagenpark biofuel te gebruiken, wat in het standaard net kan, wat met een standaard vrachtwagen kan, wat wel dubbel zo duur is vandaag dan de standaard fossiele brandstof, maar toch kunnen wij in samenwerking met onze klanten, ja, deze CO2-reductie vandaag reduceren voor jullie en daar ook de nodige certificaten voor afgeven. Last but not least, dus wat is de oplossing? Verankeren in uw strategie, samenwerken, en het is een dynamisch model van processen die we moeten combineren in functie van het moment om tot die duurzame energietransitie te komen. Dankjewel. We gaan de vragen van het publiek bijhalen. Als ik mag, zou ik heel snel eentje zelf willen erin gooien, omdat u zegt, ja, wat we willen doen is transport vermijden, maar dat gaat toch regelrecht in tegen uw eigen verdienmodel. Hoe geloofwaardig is dat dan? Ik denk dat dat het heeft te maken. Eigenlijk zijn wij geen transporteur, maar wij bieden supply chain oplossingen. En supply chain oplossingen zijn goederen transporteren van A naar B. Die goederen kunnen geconsolideerd transporteren. Dus indien wij twee vrachtwagens, de goederen die op twee vrachtwagens zitten, met ene vrachtwagen kunnen doen of met ene container kunnen doen, door ze slim te combineren, door ze slim samen te stellen en daardoor het aantal kilometers dat er gereden wordt of het aantal tonkilometers dat er gereden wordt vermijden, ja, zijn wij goed bezig en zijn wij duurzaam bezig. Dus hoe minder vrachtwagens je op de weg zet, ja, rekening met het feit, de goederen moeten wel getransporteerd worden, maar we komen vanuit een tijd dat heel flexibel met capaciteit werd omgesprongen. Er was te veel capaciteit en je stuurt ene wagen naar Frankrijk, ene wagen naar Spanje, ene wagen naar Luxemburg. Ja. Misschien zijn er andere methodes en hebben wij ook algoritmen ontwikkeld die ervoor gaan zorgen dat wij het aantal kilometers dat wij doen voor dezelfde goederen te transporteren, ja, met 10% of 15% dus minder transport, maar wel evenveel goederen op de weg zetten en voor de klanten vervoeren. Ja, inderdaad. Ja. Nou, een heleboel vragen van de mensen uit de zaal en ook thuis, die gaan over het geld, want dat is natuurlijk een interessante kwestie. Die vragen zich eigenlijk af, ja, hoe doen jullie dat? Want groen kost poen, zo zeggen ze. Ja, hoe nemen jullie je klanten hierin mee en hoe zorg je ervoor dat je daarmee dus niet jezelf uit de markt prijst? Ja, ik denk, het is niet zo dat groen altijd geld kost. Hè. Het zetten van een windmolen, het installeren van zonnepanelen, brengt geld op termijn. Als we korte termijn denken, natuurlijk moet je de investering doen om die middelen, om eigenlijk de assets ter beschikking te hebben. Maar op termijn, vandaag, is onze stroom goedkoper. Vandaag is nu misschien net het foute voorbeeld, ja, maar de stroom die wij genereren met onze eigen middelen is gegarandeerd goedkoper dan hem in te kopen, zeker vandaag. Ja. Dus op die manier is het economisch model zonder meer onderbouwd. Ja. Als je nu kijkt over die biofuel, ik ben het er helemaal mee eens. Biofuel is dubbel zo duur dan de fossiele brandstof. Ja. Het grote voordeel daar is dat het vandaag nog altijd goedkoper is. Maar als u dat dan zeg maar uitlegt aan uw klant, zijn zij dan bereid genoeg om daar ook in mee te gaan met u? Ik denk dat iemand die bereid is om na te denken over een duurzame maatschappij, bereid is om ook te investeren in een duurzame maatschappij. En dat gaat hand in hand tussen de supply chain, de productie, als ook de verlader. Dus ja, maar het moet wel een gecombineerd model zijn waarbij alle partijen het evenwicht zoeken in de investering die noodzakelijk is om tot die duurzaamheid te komen. En hoe neemt u dan juist die klant ook mee in die communicatie? Want ik kan me voorstellen dat er dus deze vragen ook komt van, ja, bedrijven die wellicht wat kleiner zijn dan die van u en graag willen weten, ja, als ik mijn klant maar niet kwijtraak, hoe zorgen jullie daarvoor? Ik denk dat de klant vandaag die kiest op prijs ten koste van duurzaamheid en lange termijn energietransitie bij ons niets in plaats heeft. Okay. Dat is heel duidelijk. En mag ik nog één laatste vraag stellen? Die komt van Bart, die is vandaag als liveblogger het bijhouden, hoofdredacteur van NT. En u zegt al helemaal in uw presentatie, ja, 2030, dan willen wij CO2-neutraal zijn. En hij wil het eigenlijk iets specifieker weten. Hoeveel stoten jullie nu per kilometer uit en wat is de ambitie voor volgend jaar? Dus echt een beetje iets kortere termijn. Ik kan u de statistieken delen, die wil ik graag ter beschikking stellen. Ik heb ze hier uit de presentatie gehad. Maar om u een idee te geven, wij moeten voor de magazijnen, vandaag zitten we ongeveer op 90.000 ton die we nog uitstoten. Daarvan is ongeveer 5.000, dus iets meer, minder, sorry, 4.000 ton gaat naar de magazijnen. Ja, en dan hebben we onder 85.000 ton
die nog in transport zit. Ja. Die 5000 ton magazijnen, we hebben de investering voor een nieuwe windmolen gedaan, die wordt geplaatst. Dan hebben wij samen met nog wat andere inspanningen, zijn wij volgend jaar, einde volgend jaar, energie-neutraal voor onze magazijnen. Ja. Wat betreft transport is het natuurlijk moeilijker, ja, daar komen we van heel ver. Daar hebben we de ambitie om ieder jaar 5% te verminderen in CO2-uitstoot. Dus theoretisch gezien betekent dat we volgend jaar, ja, in plaats van 85.000 ton, naar 80.000 ton zullen gaan ongeveer. Nu, dat hangt er natuurlijk allemaal van af. Ondertussen zetten wij capaciteit bij, daardoor stijgt. Maar de ambitie is om voor per eenheid, per transporteenheid, ieder jaar 5% naar 100 jaar. Maar ieder jaar 5% is natuurlijk geen CO2-neutraliteit in 2030, of reken ik niet goed? Je rekent heel goed. Maar vandaag hebben wij de ambitie 5%. Ik geloof dat de omgeving, de wereld, de komende 15 jaar, want het duurt toch nog wel, de komende 10 jaar, nog wel gaat veranderen, waardoor we die 5% kunnen verhogen naar het einde van dat traject toe. Helder verhaal, volgens mij. Dank u wel. Verder. Dank u wel.